Hallo, ik ben Furkan. Hallo, ik ben Daphne. Ik ben Jana. We gaan mensen interviewen over de herfstvakantie. Wat vindt u van de herfstvakantie? Wat ik van de herfstvakantie vind? Ik vind de herfstvakantie, voor jullie is het heel mooi, gezellig, educatief en ook speels. Of ik voorbereid daarop ben? Wat zal ik erop zeggen? Ja, het is elk jaar hè, hetzelfde. Hè? We hebben eerst een, lente. En dan heb je zomer. En dan heb je herfst. En dan heb je de winter. Nou, natuurlijk zijn we daarop voorbereid. Hè? Wat vind je leuk aan de herfstvakantie? Als de bladeren vallen, dan zie je allemaal gele blaadjes. Kan je ook samen met de kinderen in het bos eiken gaan zoeken. Dat vind ik heel prettig. Heeft u vakantie? Ik heb helaas geen vakantie. Wat vindt u van de herfstvakantie? Herfstvakantie, als je droog is, mooi. Leuk voor kinderen, voor activiteiten, voor alles. Ja? Herfstvakantie is mooi altijd. Met kinderen. Op woensdagmiddag doe activiteit. Wat vindt u leuk aan de herfstvakantie? Aan de herfstvakantie, die bladeren. Valt de bladeren, ja toch? Wat ga je doen in de herfstvakantie? In de herfstvakantie ga ik gewoon stage lopen. Dus eigenlijk heb ik geen herfstvakantie. Maar ja, in principe maak ik het maar één dag mee, dat is woensdag. In plaats van dat ik naar school ga, blijf ik gewoon thuis. Dat is de enige dag.